Goeiedag en welkom bij een nieuwe COVID-19 update. In deze update laten we de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gaidar Sukul, aan het woord, omdat wij willen weten hoe het momenteel staat met de COVID-situatie in ons land. Want gebleken is dat er weer een toename is van het aantal besmettingen, waarbij ook kinderen besmet raken en die meldingen worden door de huisartsen gestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid. Nu we ons in een griepseizoen bevinden, laten mensen zich testen en uit de testen blijkt dat er een toename is van het aantal COVID-19 besmettingen. We hebben wel melding gehad van huisartsen dat er meer patiënten zich aanmelden met griepsverschijnselen. Een aantal van die patiënten laten zich testen. Een deel is positief, een ander deel is negatief. Maar het feit dat we meer mensen hebben met griepverschijnselen en dat er ook positieve zich onder bevinden, geeft al aan dat er een toename is van COVID-19 gevallen. We stellen sneltesten beschikbaar via het BOG aan huisartsen. Huisartsen die kosteloos hun patiënten willen testen. Het is niet meer verplicht vanuit het ministerie om iedereen te laten testen met griepsverschijnselen. Mensen met milde klachten zijn niet verplicht te testen, zich te laten testen. Het BOG heeft een systeem in place om via locaties aanmeldingen binnen te krijgen van hoeveel testen is gepleegd, hoeveel mensen zijn positief. Wel is verplicht dat elk opnamebehoevende te laten testen. Dus als iemand met griepsverschijnselen opnamebehoeftig wordt, moet men verplicht testen. En dan is er ook een specifiek protocol hoe met de sneltesten, met PCR. En dan wordt er ook gecommuniceerd met het BOG omtrent de positieve testen. Het is wel zo dat er de afgelopen weken wat meer mensen met COVID-19 klachten zijn opgenomen. En mensen met COVID-19 zijn opgenomen. Vandaar dat het heel erg belangrijk is dat de gemeenschap weet dat COVID-19 niet weg is. COVID-19 die is er nog. Alleen zijn we niet meer in dezelfde situatie als 2 jaar geleden. Wij zijn nu in een situatie waarbij een deel van de populatie gevaccineerd is, een deel van de populatie die heeft al COVID gehad, een deel van de populatie die heeft risicofactoren om ernstig ziek te worden. Wij doen daarom een beroep op de samenleving om erop te letten dat zij niet ongecontroleerd meedoen aan mass spreading events. Nu hebben we de verantwoordelijkheid in principe ook geschoven naar de individu om ervoor te zorgen dat zij zich ook beschermen. De preventieve maatregelen, niet meedoen aan mass spreading events zoals we dat noemen. De preventieve maatregelen in acht blijven houden en eveneens zich te laten vaccineren. Vooral als je behoort tot risicogroep. Mensen die aan een chronische ziekte lijden, mensen met een oudere leeftijd, mensen die wat ouder zijn, boven de 60 bijvoorbeeld, en ook mensen met overgewicht. In gesprek met onze redactie geeft de kinderarts Dr. Kloof aan dat er geen kinderen zijn opgenomen in de ziekenhuizen, nog in de IC met COVID-klachten. Ook aan het aantal ziekenhuisopnames is te merken dat de gevallen toenemen. Dat blijkt uit de cijfers die de ziekenhuizen rapporteren op het ministerie. Ook staan er opnieuw COVID-doden geregistreerd. Er is een toename, dat constateren we. Er is een toename aan ziekenhuisopnames. De ziekenhuizen die hebben hun cijfers, die maken hun cijfers bekend. En verder wordt ervoor gezorgd dat de mensen behandeld worden. We hebben een uitfaseringsplan waarbij COVID-19 een onderdeel is van de reguliere zorg. Dus
zoals elk persoon die opgenomen moet worden met een longontsteking of met een andere aandoening, dat die persoon ook door het ziekenhuis opgenomen wordt. Uiteraard zal er nu een extra tintje bij infectiepreventie zijn, en dat is eigenlijk het fenomeen COVID-19. Maar op zich, infectiepreventie, die had al heel veel zaken in zich. De afgelopen weken zijn er sowieso een paar COVID-doden erbij. Kan u wel melden dat de COVID-19-doden meestal zich bevinden onder de risicopopulatie, de mensen die aan risicofactoren lijden of bezitten, en ook uiteraard als je niet gevaccineerd bent, dan heb je een hoger risico om in de IC te belanden of om ernstig ziek te worden. Vanwege een tekort aan zorgpersoneel komt de zorg daardoor onder druk te staan. Vandaar dat het ministerie er alles aan doet om de situatie beheersbaar te houden. Er zullen sowieso COVID-besmettingen plaatsvinden, zegt de gezondheidsdirecteur. De druk op de zorg die is er altijd. Die is er altijd. Dus elke opname van COVID-19 die zorgt ervoor dat er wat extra druk is. We blijven de vinger aan de pols houden. We hebben ook nog steeds die HR-tekort, waarmee we altijd te kampen hadden. En financiële middelen die blijven nog steeds wat beperkt, waarmee wij heel goed moeten plannen. Dus het is een kwestie van goed prioriteren en verder goed nagaan of we de situatie beheersbaar houden. En dat we de ziekenhuizen ook in principe vragen om tijdig te kunnen schuiven. Zodanig dat we de zieke mens in het land zorg kunnen bieden. Ook wordt er nu al gekeken naar de mogelijkheden om mensen te voorzien van hun tweede boosterprik. Maar wordt eerst gewacht op advies van de technische commissie. Ook doet de directeur van Volksgezondheid nogmaals een beroep op de samenleving om zich alsnog te laten vaccineren, daar er genoeg vaccins ter beschikking zijn. Wij zijn momenteel bezig met ons technisch adviescommissie om na te gaan in hoeverre de tweede booster nu al toegediend kan worden aan de mensen die in aanmerking daarvoor komen. Dus daarover volgt binnenkort dan een uitspraak. En wat betreft het vaccineren, hebben we genoeg vaccins. Het is nu aan een ieder om zich optimaal te laten beschermen. We willen dat de beschermstoffen optimaal blijven en dat wanneer iemand besmet raakt met COVID-19, dat de verschijnselen niet zo ernstig zijn dat men in de IC belandt. Maar feit is wel dat was ook in principe wel voorspelbaar, dat er van tijd tot tijd wat meer gevallen zullen zijn en dat er daarmee rekening gehouden zal moeten worden. Met het BOG en met de ziekenhuizen is er contact om ervoor te zorgen dat wij de opnamebehoeftigen van zorg voorzien. Nu dat alles versoepeld is en het feesten weer is toegestaan, zien wij toch dat mensen zich niet houden aan de preventieve maatregelen, zoals handen ontsmetten en mondkap op. Iedereen feest er maar op los, alsof COVID-19 niet meer bestaat. Moeten de maatregelen niet opnieuw bekeken worden? Voor nu is het in principe niet raadzaam om maatregelen te verscherpen, omdat de meerwaarde ervan niet significant zal zijn. Maar dat wil niet zeggen dat elk individu zelf de preventieve maatregelen moet aanhouden. We gaan niemand nu verplichten, maar het is een stukje eigen verantwoordelijkheid ook dat je de maatregelen om niet besmet te raken toch nog op nahoudt. Ook omdat je gevoelige mensen kan hebben thuis of elders. En dat je dan daarom rekening daarmee houdt. Goed geventileerde ruimten, de
handen wassen, bij drukke plekken, bij drukke gesloten plekken, mond en neuskap op. En uiteraard zo min mogelijk deelnemen aan gatherings. De verantwoordelijkheid begint bij onszelf als wij geen besmettingen meer willen hebben. Trek nog steeds je mondkap op als je op drukke plekken bent en ontsmet regelmatig je handen. Het belangrijkste, laat je vaccineren omdat wij niet weten hoe erg de volgende golf kan toeslaan. Ik wens u een fijne voortzetting van uw dag toe en we zien elkaar weer bij de volgende update. Tot dan!